dan heb je dus gewoon de perfecte basis voor een kaart. Je eigen adventkalender kunnen maken. Ook nam ik washi tape mee, dat kan ik echt nooit laten liggen. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Elise en je zou me kunnen kennen van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik hier op het kanaal van Action een mega shoplog voor je, waarin ik allerlei leuke kerstknutselspullen van de creatieve afdeling van Action laat zien. Ben je benieuwd wat ik heb meegenomen? Blijf dan vooral kijken. En ben je net als ik dol op knutselen en creativiteit? Geef deze video dan een duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Ik begin met deze 5 knutselblokken. Zoals je ziet zijn ze enorm groot. Hier kun je van alles mee maken, van kaarten tot leuke pagina's in je bullet journal. En ze hebben allemaal een ander thema. Dit is het eerste blok wat ik meenam en je ziet op de voorkant al alle patronen en kleuren die erin zitten. Dan nam ik ook dit blok mee, wat een beetje zwart-wit en lichtroze is. En uit dit blok is dit kerstmannenprintje mijn favoriet. Dit papierblok heeft wat meer de traditionele kleurcombinatie van groen, rood en hier en daar een beetje goud. En van een bladzijde zoals deze zou je bijvoorbeeld je eigen adventkalender kunnen maken. Ook nam ik dit blok mee. Ik vind deze dan juist zo leuk omdat hij net een beetje anders is. En hiervan is dit patroon toch wel echt mijn favoriet. En deze bladzijde zou je gewoon als decoratie kunnen ophangen. En dan is dit het laatste grote papierblok wat ik meenam. Deze heeft dan juist voor wat meer houttinten en ja, wat warme tinten. En deze plaatjes in het blok kun je dan weer uitknippen om te gebruiken als gift tag. Ook nam ik washi tape mee. Dat kan ik echt nooit laten liggen. Ik ben er dol op. En ik zag online dat er meerdere soorten waren, maar ik kon alleen deze vinden. Zoals je ziet zitten er heel veel leuke kerstprintjes in. Hier wat hulst. Maar deze hier, dat is mijn favoriet. Als je zelf kerstkaarten maakt of gaat bullet journalen over de kerstdagen, dan zijn deze stempels ook allemaal heel erg leuk om te gebruiken. Dit zijn clearstempels. Dat betekent dat je door de stempel heen kunt kijken en je hebt ook een acrylblokje nodig om de stempel te gebruiken. Maar dan kun je dus ook precies zien waar je de stempel plaatst. Ik nam 5 pakjes mee. Ik vind hier die trui zo super leuk. En het handige met clearstamps is dat je ze na het stempelen ook nog kunt inkleuren. Dus dan heb je eigenlijk een soort kleurplaat gemaakt met stempels. En sommige setjes hebben ook van deze cutting dies. Daarmee kun je dus zelf die cuts maken als je daar een apparaat voor hebt natuurlijk. Ja, superleuk. Misschien denk je, leuk die knutselspullen, maar ik heb het liever iets makkelijker. Dan heb ik hier een leuk idee voor je. Ik zag namelijk deze kerstdecoratie, deze van een kerstman en deze met een sneeuwpop. Weet je, hetzelfde idee, maar dan een andere uitvoering. Ik vond ze beide heel erg leuk. En ze zijn al leuk zoals ze nu zijn. Je kan ze gewoon neerzetten. Maar als je er dan zo'n pakje lichtjes bij koopt, dan kun je die er omheen wikkelen en dan zijn ze nog net iets gezelliger. 'S werelds makkelijkste kerst-DIY. Je dacht misschien dat we al het papier al hadden gehad met die grote knutselblokken, maar ik heb nog veel meer papieren blokken meegenomen. Ze zijn zo handig, je kunt er van alles mee maken. En hier zag ik ook weer een aantal hele leuke varianten van. Als eerst deze met veel roze en een beetje groen. Dit blok wat iets traditioneler lijkt qua kleuren. En ook hier zitten weer superleuke printjes in. En sommige hebben ook foliedetails. Het handige van dit soort blokken is dat je het papier eigenlijk alleen maar dubbel hoeft te vouwen en je hebt al de basis van een kaart. Je kiest gewoon je favoriete print uit het blok. Dat vouw je dubbel, zoals dit. En dan heb je dus gewoon de perfecte basis voor een kaart. En dan kun je zelf de buitenkant en de binnenkant nog zoveel versieren als je wilt. Bijvoorbeeld met die leuke washi tape. Ik nam ook nog dit papierblok mee. Hiervan vind ik die notenkraker print aan deze kant zo leuk. En als laatste deze met veel lichtblauw en ijsberen. Als je zin hebt in een leuk en niet al te moeilijk DIY project tijdens een regenachtige of winterse dag, dan zijn deze globes misschien wel wat voor je. Of domes moet ik eigenlijk zeggen. Je kunt hiermee je eigen Christmas dome maken. Je eigen kleine kersttafereeltje in een stop. Ik zag 4 soorten in de winkel en aan de zijkant van de doos kun je dus zien hoe dit project eruit gaat zien. En superhandig, er zitten al lichtjes en nep sneeuw bij. En heb je nou zin in een langer project, dan is zo'n diamond painting misschien wel wat voor je. Ik zag verschillende versies met een kerstprint en deze vond ik zelf het leukste. En ook hier op de verpakking kun je dus zien hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Dit is toch een gezellig kerstplaatje. En alles wat je nodig hebt voor het project, dat zit er dus bij in. Wat voor mij nieuw was dit jaar, zijn deze blokken waarmee je zelf je kaartjes kunt maken. Je eigen kerstkaartjes. En op de achterkant van de blokken kun je zien hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Dit zijn bijvoorbeeld wat dingen die je zou kunnen maken met dit blokje. En het handige is, alle plaatjes zijn voorgestanst, dus je hebt geen schaar nodig. Je kiest gewoon de plaatjes die je wil gebruiken en die druk je zo uit het blok.
Ook zag ik deze variant, waarmee je dus dit zou kunnen maken. Deze vond ik ook heel schattig. En als je nou niet zo van kaartjes maken houdt, gebruik je de plaatjes in je bullet journal. En als laatste nam ik dit blokje mee, waarmee je dus deze kaartjes kunt maken. We zijn er alweer bijna doorheen. Ik heb nog een paar dingen die ik je wil laten zien. Allereerst deze leuke kleine tasjes in figuren. Ik heb hier een sneeuwpop, maar ook de kerstman. En als laatste een rendier. En deze tasjes zijn perfect als basis voor een DIY cadeautje. Hier kun je nog van alles in doen. Want je zou er bijvoorbeeld een klein mokje in kunnen doen met zo'n hot chocolate spoon. Zo'n blokje chocolade op een stokje. En dan heb je een soort warme chocolademelkpakketje in een leuk tasje. Of wat dacht je van een leuke kerstbal in zo'n tasje? Als allerlaatste iets wat ik nooit kan laten liggen bij Action, en dat zijn deze luxe papierblokken. Ze zijn nu in winterthema, maar door het hele jaar heen zijn er vaak wel verschillende thema's en verschillende kleuren en prints te vinden. Dit keer nam ik deze variant mee. En deze. En het leuke van dit soort blokken is dat er patroonpapier in zit. Gewoon A4'tjes met leuke kleuren en leuke patroontjes. Maar ieder blok heeft ook een aantal bladzijden met die-cuts. Dus van die plaatjes die al voorgestanst zijn, die je meteen kunt gebruiken op een kaartje. Kijk deze print dan, zo cute! Dan was dat alles wat ik dit keer heb geshopt. Ja, best wel veel als ik zo naast me kijk. Maar tegelijkertijd kan ik ook niet wachten om lekker te gaan klutselen? Om lekker te gaan knutselen, kopje warme chocolademelk erbij en leuke kaartjes maken. Misschien cadeautjes alvast inpakken en mooie gift tags erbij maken. Ik heb er helemaal zin in. Nog even een kleine reminder. Action heeft natuurlijk een wisselend assortiment. Dit lag in de winkel toen ik ging winkelen. Ik weet natuurlijk niet wat er bij jou in het filiaal ligt. Dus houd er rekening mee dat het assortiment een beetje per filiaal kan wisselen. Ik hoop natuurlijk dat ik jou ook heb kunnen inspireren met een beetje, ja, kerstknutsel, inspiratie of leuke, makkelijke DIY's. Ik ben heel benieuwd of je ook zelf aan de slag gaat. Als je dat gaat doen, laat me dat dan vooral weten in de comments hier beneden. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Super leuk dat je erbij was. En hopelijk tot een volgende video. Doei!